Jeffrey. Jeffrey, goedemorgen. Met Wil van Delft van het programma Delft Blauw. Hey, goedemorgen Wil. Goedemorgen. Hoe gaat het met je? Ja, nou, omstandigheden wel goed, hè? je bent een beetje twijfelachtig. Nee, ik ben een beetje moe. Een beetje coronamoe. Coronamoe, ja, dat kan ik me voorstellen. Dat kun je veel mensen denk ik een hand aan geven. Jeffrey, de reden dat we jou hebben uitgenodigd vanwege toch, ondanks dat de corona maar speelt, een nieuwe single uitgebracht, Laat de Nacht het maar bepalen. Ja, nou, laat het maar snel gebeuren. Ja. Zeg het wel. Hoe is deze single tot stand gekomen? Vertel even in het kort van de luisteraars. Nou ja, ik heb, zoals je weet, heb ik hier boven bij mij een studio en daar ben ik met een album bezig. Ja. En dit liedje, dat heb ik samen met Pascal de Vormer gemaakt. Pascal die was hier even wat dingetjes aan het beluisteren en een beetje aan het nachecken. Toen had ik een melodietje, zat ik de hele tijd te fluiten. En toen ging hij op zijn keyboard bij mij in de studio dat melodietje uitwerken. Hij zegt, stuur dat even naar me op. Hij zegt, dan heb je vanaf maak even een ruige opzet. Yeah. En ik had de tekst heb ik zelf geschreven. En ik had ook wel een stukje tekst erbij. En op een gegeven moment hadden we gewoon een heel liedje. En dat is eigenlijk dit liedje geworden. Ja. En je vertelde zojuist, je bent er ergens, ondanks corona, ben je toch met een album bezig. Ja, daar zijn we vorig jaar mee gestart al. En we zijn nu al, we gaan nu dus de singles ervan af laten komen. En we zijn ontzettend blij met het resultaat van alle liedjes. Ja, goed, dan vind ik toch knap dat je toch in deze tijd toch allemaal... Weet je, eventjes een kleine... Nee, ik hoor van collega's van jou, er zijn twee kampen. De ene collega die zegt, ja, we brengen niks uit, want ja, je kunt niks terugverdienen. En een ander zegt, als je niks uitbrengt, heb je ook geen contact meer met je achterban. Nou ja, en kijk, ik ben het er niet helemaal mee eens. Ik ben juist heel erg actief nu op dit moment met liedjes uitbrengen. Yeah. Omdat, ja, weet je, iedereen die zit aan de radio gekluisterd, om het zo maar te noemen. En de radio moet ook nieuwe liedjes hebben. Yeah. Die, als ik nu naar alle playlisten kijk, ja, zie ik nog steeds liedjes van begin 2021 erop staan. Ja, weet je, de nieuwe generatie, zo, nee, ik noem mezelf ook steeds maar de nieuwe generatie. Ja, die moet ook een kans krijgen, vind ik Wil. Ja, en, maar iedereen die blijft maar bij het oude hangen. In ons café, bijvoorbeeld van Frank van Etten, even niet op te klagen. Maar die hoor ik 85.000 keer voorbij komen op elke radiozender. Terwijl hij al 3 singles verder is. Ja, nee, dat begrijp ik ook. En dus dat, ja, voor hem is dat ook niet echt heel, heel goed natuurlijk. Nee. En dat is, de diversiteit die je moet hebben als een radioprogramma. Dat je nooit moet blijven hangen op één en hetzelfde. Het is ook altijd met de vele releases. Ze zeggen altijd, hier in het programma, alle nieuwe releases krijgen van mij altijd aandacht. Ja. Nou ja, en dat is ook wel fijn van de radiostation zoals dat jullie hebben. Yeah. Ja, dat je gewoon altijd een roulatie hebt. Kijk, ik ga nu elke 3 maanden ga ik een single uitbrengen. De volgende single die staat al gepland 18 november. Yeah. Dus of het nou 3 maanden of 2 maanden is, ik wil gewoon elk seizoen, elk kwartaal wil ik gewoon een single uit hebben gebracht. Ja. Yeah. Maar desondanks, al respect voor en ik zeg al dat je dat doet, want ja, niet iedereen zit met jou op één lijn natuurlijk. Hoe bedoel je? Nou ja, met het uitbrengen van singles, wat ik zojuist al in het begin van het verhaal vertelde. Hè. Je bent nog heel druk bezig met een album, je bent druk bezig, je gaat ook singles uitbrengen. Ja, maar dat komt ook een beetje natuurlijk omdat ik alles zelf heb. Alles zelf heb. Ja. Dat is natuurlijk wel mijn voordeel. En, en dat is misschien een ander zijn nadeel. Maar ja, goed, weet je. Elk voordeel heeft zijn nadeel. En andersom. Ja. Dus weet je. Voor hetzelfde geld zeggen ze van nou, komt hij weer dan met de nieuwe single straks. Ja. Maar ja. Weet je, ik probeer gewoon zoveel mogelijk muziek uit te gaan brengen. En ik heb nu een strategie in mijn hoofd zitten, wat ik zelf bedacht heb. Ja. Met het team. En die zeggen ook van ja, is het niet veel. Maar ja, ik vind van niet. Nee. Ja, dan moeten we het maar een keer gaan proberen. Ja.
Dan van de andere kant, wat ik dus al probeer te vertellen in het begin van het gesprek is, je houdt contact met je arts. Een grote fan van jou. Ja. Ja, weet je, ik hou ook gewoon van diversiteit ook gewoon een beetje. En een beetje pop, een beetje volks, een beetje de volgende single wil die er nu aankomt. Yeah. Ja, dat is gewoon een hele volkse plaat. Yeah. En, maar ik heb daar wel de cafés voor nodig. Yeah. En dan, zolang dat de cafés dicht blijven, ja, dan moet ik uitweiden naar een andere plan B, om het zo maar te noemen. Maar daar hebben we ook alweer een volgende single voor liggen. Yeah. Die we daar op de achtergrond gooien, dat wordt een nieuwe grote fan van jou. Wat zeg je nog één keer? Ik zeg die we op de achtergrond mee horen, dat wordt een nieuwe grote fan van jou. Nou ja, gisteren zaten we toevallig in de auto, toen vroegen we van, wat wil je later worden? We zeiden jou, ik moet later zangen. Maar ja goed, ik spoor dat niet aan, want ik vind het alleen maar leuk dat hij of voetballer wordt, of misschien wel zanger, of misschien vuilnisman. Ja. Het maakt me niet zoveel uit, joh, als hij maar super gelukkig is, toch? Ja. Hoe oud is hij nu? Max is nu 5 jaar. Vijf jaar, kijk, dat wil dat. Wie weet, je weet nooit wat het allemaal gaat lopen. We gaan even voor de luisteraars die meeluisteren. Jeffrey, waar kunnen ze meer te weten komen over jou? Want we zijn met 2 verschillende websites. Ik zat vanmorgen kijken, 1 website is eruit, de andere die is er nog, hè? Ja, die andere die is er nog en die andere is eruit. En die andere die eruit is, dat is gewoon www.jeffreydanus.nl. Ja. Daar wordt op dit moment een nieuwe website voor gebouwd. Ja. Maar we gaan dus die is binnenkort is die weer online en anders kunnen ze me gewoon vinden via Instagram of via Facebook en alle social media's, denk ik. Ja. Maar we gaan dus binnenkort, en dat duurt dus niet te lang, gaan we een opvolger horen van deze single dus. Nou, het is niet echt een opvolger, het is wel een heel nieuw liedje natuurlijk. Ja, dat wel, maar... Er komt wel, als je het zo noemt, er komt er wel een nieuwe single, dus een nieuwe opvolger. Ja. Oké, maar we gaan dan eerst naar deze later horen, Late Nacht, het maar bepalen. Ik vind het een heel opmerkelijke titel, hoor. Dat moet je zonder meer. Maar nogmaals, alle complimenten van Dien. Jeffrey, ik ga je eerst bedanken dat je vanmorgen live hier bij ons in de uitzending was. En ik zou je willen vragen, je mag van mij nog de beste wensen doen aan alle luisteraars die meeluisteren op dit moment. En je mag hem ook zelf aankondigen. Nou, lieve luisteraars, ook al mag het niet meer, we doen het toch wel. Voor iedereen de allerbeste wensen en een gelukkige 2022. En hier is de nieuwe single Jeffrey Danus met Late Nacht, het maar bepalen. En ik wens jou nog een heel fijn weekend en we spreken elkaar binnenkort weer. Groetjes. Oké, tot snel, Wil.